Ik heb een hele harde knal gehoord. En het was wel duidelijk dat het geen vuurwerk was. Daar zitten we echt wel verschil in. Wij waren thuis en mijn kinderen die kwamen eigenlijk net thuis. En in één keer boem. Ja, daar verschoot eigenlijk van. Mijn hond die ging ook van de bank af. En toen zag ik een hele flinke rookwolk, een witte rookwolk omhoog stijgen. Is er al iets bekend van wat er gebeurd is? Nee, ik hoor alleen maar hier en daar geruchten. En wat voor geruchten? Dat er een wagen snel weggereden is. Dat er op een filmpje was waar iemand iets voor de deur gelegd heeft. Nou, in ieder geval is duidelijk dat het om een explosief ging die bij de woning is gelegd. Ja, wat voor explosieve type, daar doen we echt nog onderzoek naar op dit moment. Maar dan gaat het dus om een aanslag op een gezin. Ja, het gaat om een doelgerichte actie. Daar lijkt het in ieder geval op. En in de woning woonde inderdaad een jong gezin. Een vader, een moeder en twee jonge kinderen. Die hebben vannacht de schrik van hun leven gehad. Ja, hoe is het met de familie? Nou ja, fysiek zijn ze ongedeerd. Er is niemand gewond geraakt. Ze zijn vannacht wel voor de zekerheid naar het ziekenhuis gebracht. Ja, gewoon puur om te monitoren. Zo'n knal, die schrik, dat is natuurlijk niet niks. Dat kan iets met een mens doen. Fysiek ongedeerd dus, maar ja, hevig ontdaan en hevig geschrokken door wat hen is overkomen vannacht. Een paar deuren verder is een paar jaar geleden ook eens een keer een aanslag geweest. Dus misschien zit er verband bij. En daar is iemand beschoten, begreep ik? Ja, dat is een paar jaar geleden gebeurd. Maar goed, dat zijn dingen die door je hoofd gaan dan. Even verder op straat daar, is wel een grote crimineel geweest daar. Maar ja, of die nou terug is, dat weet ik niet. Dus misschien dat ze verkeerd hebben gepakt, ik weet het echt niet. Ik kan in ieder geval aangeven dat ook wij van diverse bronnen horen dat het mogelijk om een vergissing zou gaan. Dat de actie dus misschien gericht zou zijn op een andere woning. Dat is een scenario waar wij in ons onderzoek heel nadrukkelijk rekening mee houden. De naam van Klaas Otto wordt dan nog genoemd. Kunt u daar iets over zeggen? Nee, ik kan en wil verder niet meegaan in speculaties en verhalen die de ronde doen. Als politie doen we onderzoek met en na de feiten. En daar wil ik het ook graag bij houden. Mensen zijn wel geschrokken. En vooral het onwetendheid. Want wat is er gebeurd? Want er gaat van alles rond natuurlijk. Maar ja, het is een hele rustige wijk hier. En we zijn eigenlijk wat dat betreft niks gewend. Wel spannend. Ja. Gewoon toch in de buurt. Dus, ja. Heel dichtbij. Heel dichtbij, ja. Ja. Ja.